tegenover ons nieuwe aanwinst Ian van Otterlo. Ian, welkom bij DVS. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, het is echt verbazingwekkend toen ik dat hoorde, dat het met jou voor elkaar gekomen was. Ja, vond je dat zelf ook verbazingwekkend? Toen we eenmaal besloten hadden dat ik bij VVSB natuurlijk wegging, ja, is het uiteindelijk allemaal gelukkig allemaal snel gegaan. En ben ik er wel een beetje verbaasd op. Ik had ook niet verwacht dat het allemaal zo snel zou gaan. Maar ja, na een paar goede gesprekken met Edmund en is het allemaal snel gegaan, ja. Gelukkig. Ja, terwijl er waarschijnlijk ook wel meer clubs op het vinkertouw zaten, of niet? Dus er hadden inderdaad wel wat meer clubs gebeld. Maar ja, eigenlijk kwam ik er met Edmund snel uit en was het allemaal voelde ik me hier gelijk thuis ook en mocht ik hier ook gelijk meetrainen. Ja. Nou, en dat was eigenlijk gelijk ook een fijne Mooi. Training, dus toen ging het allemaal meteen goed. En je wist natuurlijk de manier van spelen van DVS 33, met name de laatste 12 tot 15 duels in het vorige seizoen. Dat moet waarschijnlijk ook meegespeeld hebben bij jou. Ja, zeker, zeker. En ik wist natuurlijk ook dat er een paar aardige goede spelers allemaal al in het team zaten. Er zijn goede versterkingen bijgekomen, dus ik wist dat er een goede ploeg zou staan. Nou, en dat was ik natuurlijk ook wel meteen dat ik dacht van ja, dat is een leuke ploeg om in te spelen. Ja, zeker. En jij hebt het eerste half uur ook enorm genoten, denk ik, zaterdag. Of niet? Ja, ik was verbaasd dat ik meteen in de basis mocht beginnen. Natuurlijk even vervelend voor Stef dat hij geblesseerd is geraakt vorige week. Maar ja, het was voor mij wel een leuke opsteker. En ja, ik heb het eerste half uur zeker genoten. En eigenlijk wel de hele 60, 65 minuten die ik gespeeld heb eigenlijk wel. Ja. Dus het was leuk. Je speelde nu een beetje zeg maar in de functie waar Stef altijd speelt, weet je wel, op 10. Maar toch ben jij een wat ander type speler dan Stef. Zou je samen met Stef kunnen op het middenveld? Denk jij? Ja, ik denk het wel. Ik heb de oefenwedstrijd die ik 2 weken geleden tegen WHC zag ik ook dat Stef wel vaak ook uitzakte. Hè? Dus wat meer ook richting de verdediging komt om de ballen diep te spelen. Dus ja, ik denk dat ook wel een goede combinatie is. Ik ben juist wel van veel diepte loopacties. Dus ik denk dat hij wel ook de ballen ook wel daar in mijn lopen of in de diepte op mij kan geven. Ja, ik zie nog zo dat het doelpuntje wat je maakte voor VVSB tegen DVS. Ja, klopt. Eerste wedstrijd van het seizoen, ja, gelijkspel, ja, klopt. Ja, dat klopt. Ja, en thuis verloren we helaas 1-0 toen van DVS. Ja. Maar ik hoop dat ik nu hier een hoop doelpunten mag maken. Ja, dat hoop ik natuurlijk ook wel. Want je bent natuurlijk wel een diepgaande team, zeg maar. Hè? Ja, ik probeer altijd wel ook voorin vooral het werk te doen. En ja, me niet al te veel te bemoeien met de opbouw. Daar staat nu Rick en Maarten, die doen het prima. Ja. Dus ja, ik probeer juist meer de voorwaarts ook aan het werk te zetten. Of om zelf daar wat te doen. Waar ben je begonnen met voetballen als piepklein jochie? Pancratius in Buitenverdorp. Je pakt ook gelijk het goede accent bij Pancratius in Buitenverdorp. Daar heb ik eigenlijk mijn hele jeugd gespeeld. Dus mooie tijd gehad. Ja. Dus lekker, ja. Dat was gewoon de club in de buurt. En ja, daar ging je gewoon als jongen ging je daar voetballen, toch? Ja, ja. Maar en dan via selecties toen uiteindelijk bij welke club beland? Ik ben via toen eigenlijk naar de Argon gegaan. Ja. En via Argon ben ik bij Teleden terechtgekomen. Dat was in die goede tijd van Argon, of ja, niet? Ja, toen bij Teleden heb ik een tijd gespeeld. En toen, daar was Henk Wisman onze trainer. En daarbij ben ik toen meegegaan naar Rijnsburg. Daar een aantal jaren gespeeld. En nu dan 2 jaar hier voor VVSB en nu DVS. Ja, Petter Kloenen heb je ook nog, denk ik, ontmoet. Ja, die heb ik bij Argon gehad. Ja, dus ja. Daar heb ik altijd goed contact nog steeds mee. En dat is altijd een mooie tijd geweest. Want we zijn daar ook gepromoveerd, kampioen geworden. Toen was je nog jong, dus ja, dat was leuk om mee te maken in die tijd. Ja, zeker. We spelen nu op een iets andere manier dan Petter Kloenen graag wilde dat DVS speelde. Dat weet ik niet precies. Ik heb onder Patrick Loenen nooit hier getraind. Dus, nee. Maar ik weet wel dat hij altijd, in ieder geval, ik heb altijd mooie herinneringen aan hem overgehouden. En met goed hem zo. Meegemaakt. Dus ja, dat was altijd goed. Als je hier ook maar mooie herinneringen krijgt. Je hebt in ieder geval een 2-jarig contract getekend, hè? Yes, klopt. Dat wil zeggen dat ze dus echt wel met jou willen doorgaan.
Ja, dat gaf ook meteen wel gelijk veel vertrouwen, dus dat ze dat ook graag wilden. En dat vond ik ook wel goed. Oussama heeft dat ook. En meerdere jongens hebben dat nog. Dus ja, om misschien ergens aan mooi aan te gaan bouwen, is dat wel leuk om dat dan gelijk te doen. En ja, ik wil eigenlijk liefst sowieso niet altijd snel van club wisselen. Ja. Ik heb ook bij alle clubs eigenlijk altijd wel een tijdje gespeeld. Dus dat was nu eigenlijk ook wel de bedoeling hier. Dus, ja. En we zijn eindelijk eens een keer goed begonnen. Hè? Want de afgelopen 5 seizoenen begonnen. We hadden altijd heel hoge verwachtingen, maar begonnen altijd heel slecht. Ja? Ja, het is echt ongelooflijk. Nou ja. Dus dit is wel een heerlijke opsteker, eerste winst. Ja, ik ben het publiek hier dan niet heel erg gewend. Maar volgens mij heeft het publiek zaterdag ook wel echt genoten van de wedstrijd. En zag je daar ook het enthousiasme terug. En ja, ik denk dat als we diezelfde energie langer in een wedstrijd kunnen volhouden, als naarmate we ook steeds fitter worden, denk ik dat dat we alleen nog maar meer mooie wedstrijden gaan spelen. Oké, mooi. Bedankt voor dit korte gesprekje wat we hebben gevoerd. Ik wens je namens DVS TV en de supporters ook heel veel succes, Ian. Dank u wel. We gaan ons best doen.